Hallo, ik ben de Opperboeman, oprichter van de Boeman Klopperclub. En ik ga jullie een verhaal voorlezen, genaamd Een Nieuw Begin. Dit boek is gratis te downloaden op deboemannenclub.nl of deboogiemansclub.com. En ik hoop dat jullie mijn boek willen recenseren op deboemannenclub.nl, deboogiemansclub.com of op Amazon of waar dan ook. Gewoon in je eigen taal of je eigen gedachten wat je had bij dat boek. Want de Supreme Boogeyman of de Opperboeman is pas een kinderboekauteur als ik van mijn fouten leren kan. En ik jullie kan behoeden voor nachtmerries. Want het leven is soms niet al te makkelijk voor een kind of zelfs voor een boeman. Maar als kinderen kinderen kunnen blijven, dan hebben wij boemens ons werk gedaan. Met vriendelijke groet, de gehele Boeman Kloppenclub. Dit is het tweede Boeman Kloppenclub boekje. Dat net zoals waar koningen geboren worden. Uit één verhaal bestaat en niet uit meerdere delen. We willen allemaal wel eens iets anders. En al lijkt volwassen worden zo mooi en zo stoer, soms is het beter om kind te blijven. Want ik ben zelf ook klein, al klinkt de opperboeman heel groot. Ik ben zelf ook maar net gewoon zoals jullie, de kleine lezers en luisteraars van mijn Boeman Kloppenclub boekjes. Dus ik wens jullie ook heel veel plezier met dit boekje en hopelijk snappen we allemaal helemaal op het eind. Waarom ik dit boekje juist een nieuw begin heb genoemd. Want beginnen dit boekje bij Ben. En Ben is zoals zoveel een hardleerse leerling op een school van veel vallen en opstaan. En aangezien dit mijn eerste audioboek is, hoop ik ook echt jullie serieuze, ja, hoe zeg je dat? Compassie, want dit doe ik niet elke dag. Maar ik ben het wel van plan vaker te doen. Oké, laten we maar beginnen. Hoofdstuk 1. Hier begint het. Ben is een leerling die nog veel moet leren, maar het vak van kattenkwaad kent hij door en door. Daarmee komt hij ook vaak in de problemen. Maar hij rookt weer uit, net zoals toen hij dus de auto van de leraar beklaarde met stopverf. Daar gaat hij niet zomaar vanaf, als schop je nog zo hard. Daar gaat hij niet zomaar vanaf. Dus hij zit ook vaak bij de directeur daarvoor. En ook de directeur moet het ontgelden, zoals dat hij een punaise op zijn stoel heeft gelegd. En toen hij ging zitten, auw, de streken van Ben zijn overal bekend en iedereen loopt heel hard weg voor hem. Gewoon omdat ze bang zijn voor wat hij wel niet doen kan. Want hij deinst nergens voor terug. Zelfs niet voor zijn ouders. Het kattenkwaad gaat maar door en door. Totdat hij op een dag wakker wordt en een geweldig grote nachtmerrie gehad heeft. Eén die je zo snel mogelijk vergeten moet, maar die zo lang bijblijft. Eén die de boeman van Boeknul heet en één die zelfs de grootste demon of iedere andere bovennatuurlijke wezen laat trillen. Een nachtmerrie over vampieren in de donkere nacht die op zoek naar bloed ieder mens en dier verorberen. Met de grootste gemak. Met trillende handjes poetst hij zijn tanden en wast hij zijn gezicht voordat hij naar school gaat. Maar zelfs op school staan de extra gedreven vampieren op hem te wachten. Hij ziet de gele gloed in hun ogen waar ze snel veranderen in een bloedrode kleur. Een hongerige blik. Er loopt er een op hem af. Verandert in rook wanneer hij bijna bij hem is. Zomaar verdwenen in de lucht. Hij hoort de bel voor een nieuwe schooldag. En bang loopt hij door alle hongerige en bloeddorstige vampieren heen. Op weg naar zijn schoollokaal. Maar zelfs de leerlingen zijn veranderd in de hongerige ondood. Al zijn vriendjes en vriendinnetjes zijn veranderd in die bloedzuigers. En terwijl de mensen buiten het schoolgebouw rennen voor het leven, likken de klasgenoten hun lippen af en laten ze hun hoektanden zien. De honger straalt er vanaf wanneer ze met hun tong over hun lippen strijken en wanneer de hoektanden telkens groter lijken te worden. Zelfs de meisjes die hem nooit zagen staan kijken hem verliefd aan en willen zijn bloed proeven. Willen hem leegzuigen tot de laatste druppel bloed verdwenen is in de maag. Maar Ben is veel, maar niet dom. Terwijl de klasgenoten langzaam maar zeker gillend dichterbij komen. En Roman hem al snel vastpakt en Rosalie snuffelt aan zijn nek. Maar wanneer de leraar op een schoolbord tikt met zijn grote vingers laten ze hem in rust. Ben kijkt om zich heen en ziet dat de bloeddorstige vampiers allemaal rustig voor zich uitstaren naar de leraar en het schoolbord waar de nagels over het bord heen schuren met een helspiepend geluid.
Alle klasgenoten houden handen voor hun oren, terwijl het piepen van het gevoel uren doorgaat. En dan klinkt er een doffe klap. Iedereen kijkt achterom en ziet dat Anne is flauwgevallen terwijl ze snurkt op haar bureau. Alle klaslokalen zijn onder de indruk, behalve Ben, want hij heeft een nieuw wapen ontdekt. En dat is de eerste, maar bijvoorbeeld knoflook en andere dingen zoals houten staven, kruisen en andere dingen zelfs nog. Maar waar hij niet dacht aan geluid, hoe zit dat nou precies met zonlicht, want ze lopen gewoon midden op de dag in de volle zon. Hoofdstuk 2, hier gaat het verder. Dat had hij meteen al door. Dus de knoflook, de houten staven, de kruisen, daar moet hij ook nog eens over nadenken of dat wel echt waar is. Hoe dan ook, geluid werkt ook dus ver. Hij zit hoog in zijn gedachten als de bel voor de pauze gaat, terwijl iedereen naar buiten sprint als een vampier met hoge nood, loopt hij op zijn dode gemak naar het muzieklokaal. Hij hoort alle vampieren gillen en rennen en stampen en lachen en hij krabt zich nog een keer achter zijn horen afvragend of hij wel het juiste doet. Hij is het enige mens, althans zo lijkt het wel. Al zijn vriendjes zijn veranderd. De mensen die overgebleven waren zijn veranderd. En hij vraagt zich af wat voor meerwaarde heeft het om het gevecht met ze aan te gaan. Hij vraagt zich af of het wel het juiste is. Want hem hebben ze ook met rust gelaten namelijk. Waarom zou hij dit doen? Waarom moet hij de enige mens zijn in deze wereld? Waarom had ze hem ook veranderen kunnen en hij zich bij zich kan voegen? Misschien is dat wel een veel beter idee. Maar het idee vergaat hem al snel wanneer hij denkt aan al die mensen die hij pijn gaan doen, de beesten die hij pijn gaan doen en dan komt het besef naar boven dat hij als enige overgebleven mens dit terreur moet stoppen. En hij begint met geluid als wapen, want dat zag eruit of het werkte. Dus hij pakt een elektrische gitaar en plugt hem vast in de versterker en speelt de mooiste solo van zijn leven. De solo die hem bevrijdt van de eerste vampieren. De eerste bevrijdende noot klinkt als een auto-ongeluk en de rest als een kettingbotsing die de vampieren een voor een gillend tot stof laat wederkeren. Hij ziet een draagbare versterker en plukt daar zijn nieuwe beste vriend in vast, klaar om wat kattenkwaad uit te halen. Eerst pakt hij de batterijen uit de kast en daarna gooit hij de warlock om zijn schouder en klipt hij de versterker aan zijn broekzak. Dan loopt hij gitaarspelend als een rockster door de gangen die hij huilende noten van een kwade wolf naspeelt, terwijl de vampieren gillend stuk voor stuk naar de grond gaan en tot stof door wind worden weggevaagd. Hij speelt de sterren van de hemel en blijft spelen als een ware blueslegende, terwijl er telkens meer en meer valse noten worden weggespeeld door de mooiste noten op deze aardbol, de verlossende noten. Lijken een vampier telkens bozer en bozer te worden doordat hij eens zijn gitaar te pakken krijgt en hem afpakt. Wanneer alle vampieren op hem afschieten als een kanonskogel en hem vastgrijpen en hun tanden in zijn nek zetten. Hij voelt de prik. Maar hij voelt dat zijn bloed wordt leeggezogen. Daarna nog een en nog een. En daarna voelt hij het leven licht aan waar het eerst zwaar aanvoelde. En gaan dus lampen uit totdat hij wakker wordt in een donkere koude omgeving. Het lokaal van de directeur die zich voorstelt als Heno, de oppervampier. Zijn handen zijn lang en zijn vingers zijn botten, terwijl er daar lange nagels uitkomen, die over de muur schuren met een hels geluid. Ben wordt bang van de gedaante die Heno heeft, terwijl hij dichterbij komt en zijn mantel openslaat. De kledij is oud en versleten, net als hij. Als hij loopt lijkt hij te zweven door de lucht, een ware oudere vampier. En een ware directeur als staat toch pazig en autoritair als ze maar gewezen kunnen. Heno roept de woorden. Contagno, Bucatorio, Bucatorio, Bucataria, Bucatorio, Nopatoria, Bucatoriana. En de gevaarlijke vampieren komen allemaal vanuit de asherezen terug, terwijl ze gevormd worden door de vampier die ze ooit waren, met dezelfde bloeddorst als eerst. Maar er is iets veranderd, want Ben is Ben niet meer. Ben is de bange jochie met die heerlijke polsslag niet meer. Hij is een van hun, een vampier. Maar hij kijkt anders uit zijn ogen dan hun. Hij heeft rode ogen die oplichten als een laserstraal en een ondeugende blik die zelfs de oppervampier nog angst aan kan doen. Deze vampier is iets van plan en ze merken het allemaal. Deze vampier is anders en niet van plan tegen te houden te worden door zijn vrienden of familie. Dit is de vampier der vampieren, de ondode wereld die nu speelt. Maar deze vampier is bovenal ondeugend en stout. Hoofdstuk 3. En nog verder.
Daar gaat iedereen achter komen ook. Want deze vampier laat zich niet stoppen in het opruimen der vampiria in een vampirische vampierenwereld voor bloedzuigerij en andere vampieren dingen zoals zo dat zelf maar in. Zelfs de grootste vampier der vampirianen zou hem niet aankunnen. En de oppervampier zelf laat hem al met rust na hem in die rode ogen aangekeken te hebben die oplichten als remlicht of geweldig goede achterlamp. Hij knippert met zijn ogen en weg is hij in een rookwolk verdwenen op zoek naar zijn eerste slachtoffer. Hij rent over het fietspad met de grootste snelheid en tijdens het rennen neemt hij de straatstenen met hem mee. Waardoor er een gat in het fietspad komt precies in het midden en wanneer die rode ogen nogmaals knipperen gaat het licht uit. Dan komt er aan niets vermoedend een vampier aan fietsen en wanneer Ben zijn hand opsteekt en de fiets in de vampier omkijkt, ligt hij met een noodgang en keihard op zijn snuffert. Dan loopt Ben rustig op hem af en slaat hem lachend en grijzend op zijn koffer neer, waardoor hij de vampier in één klap verpulvert en hij in vlammen opgaat. Daarna keert het licht weer terug en heeft Ben een nieuw idee. Hij komt met het idee om 8 stoeptegels uit de stoep te trekken en met een noodgang zo snel een gat zo diep als China te graven. En de tegels met 16 kleine en breekbare plankjes terug te leggen. De eerste vampieren komen al aanlopen. Ze doen nu nog stoer, maar dat zal ze snel vergaan wanneer ze in de val trappen. Maar helaas lopen ze over de tegels heen met het grootste gemak en lijken ze te zweven over het straatwerk. Ben laat zich er niet bij zitten en wordt boos op zichzelf, na al het harde werk wat hij erin heeft zitten. Opnieuw probeert hij hetzelfde. Maar nu zorgt hij dat de stoep spek en spek glad wordt, de groene zeep in de sporen op de grond naar de val te leiden. En weer komt er een groep vampieren en deze groep is nog groter dan de vorige en nog stoerder dan de vorige. Maar dit keer lukt het plan wel en Ben lacht zich helemaal suf wanneer ze alles op alles zet om overeind te blijven onder de groene zeep. Maar stuk voor stuk, ploef, 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 ploeferde, 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 ploef, ploef, ploeferde, ploef, in dat gigantische gat vallen. Hij probeert er nog één in een rookwolk te veranderen en een gat te ontsnappen door aan de overkant weer terug te veranderen. Maar de overgebleven groene zeep onder zijn voeten zorgt voor de allerlaatste proef. Ben kan zijn ogen niet geloven en moet zijn buik vasthouden aan het lachen. Dit is geweldig, een beetje de ondode pessen, terwijl je zelf hetzelfde bent in dezelfde situatie dat je zelf hebt gezelfd. Je weet zelf. Dan hoort hij een nummer voorbij scheuren. Een hummen voorbij scheuren, met misschien wel 8 stoere vampieren erin. De een nog stoerder dan de ander, want de kleding maakt een vampier en deze hebben allemaal leren jekken aan en kettingen die vanuit hun jas naar hun broek gaan. Maar Ben tilt er niet zwaar aan als ze vlak voor hem stoppen en toeteren om daarna weer weg te rijden. Hij lacht in zichzelf en als een vampier ben je stoer en ruig en kwaadaardig. Maar bovenal sterk en sneller dan een hummer. En wanneer de snelle, stoere vampiers het gras intrappen, houdt hij de hummer vast, waardoor het niet vooruit kwam. Hoofdstuk 4. En verder. De banden piepen en de rook van een verbrand rubber is al te zien en ruiken wanneer Ben de hummer maar vasthouden blijft. De piepende banden veranderen al snel in een krijsende, jankend geluid. Wanneer de autoband geheel verbrand is en de hummer op niks dan de velgen probeert weg te rijden. De vonken zijn zichtbaar wanneer Ben de hummer loslaat en hem over het asfalt erin slingert om in de valkuil van de eerste te belanden met allebei de voorwielen. Ploof! De ruiten van de hummer sneuven allemaal met een hels geluid. Rinkelde, kinkelde, kinkelingelingeling, rinkelde, kinkelde, kingelingelingeling. De boze vampiers stoppen allemaal stuk voor stuk uit de hummer om allemaal stuk voor stuk in de gat te belanden wanneer de hummer ook nog eens op ze valt. Ben houdt zijn kaken niet meer op elkaar en er klinkt een lach die ze een wijk verderop nog hebben gehoord. En ja, dan komen de vampiers al lang, een hele leger.
stuk voor stuk boos en ruig en stoer en woedend, een gigantisch leger aan de ondoden die zijn kant op komt met wraak. En dan wordt de hummer gegooid door de vampiers in een gat op het moment dat er net een stuk of 20 vampiers aankomen lopen. Splats, plats, plots. Het leger keert zich al snel tegen de gevallen vampier en dat ziet eruit als de ene klungel naar de... Dat ziet eruit, joh. De ene klungel naar de andere probeert uit een gigantische gat te klimmen terwijl ze naar beneden worden geslagen en getrapt door een leger. Ben probeert zijn lach in te houden, maar dat is wel zo netjes. Hij heeft ook helemaal geen zin om het nu al tegen 500 vampiers op te nemen, dus hij besluit om zich gewoon bij de trap en de vampiervolk te volgen. En elke trap die hij geeft, wijzen de stoere vampiers naar hem en proberen ze te zeggen dat het zijn schuld is. Maar net zoals met mensen is er altijd iemand sterker of stoerder dan jij en een stuk of 500 vampiers luisteren niet terwijl ze in het gat inspringen en de lederen vampiers stuk voor stuk aan stukken scheuren. Dan maakt de hummer een piepend hoog en schel geluid en Ben denkt wegwezen hier, dus hij rent snel weg terwijl de 500 vampiers allemaal aan de grond gaan naald staan met hun handen voor hun oren en allemaal stuk voor stuk in rook veranderen. Dat is een gelukje bij een ongelukje. Een aftastend ongelukje gebleken. En wanneer hij denkt dat hij gedaan is, hoort hij de zware, ruige en zware stem van de Eno, de oppervampier, in zijn achterhoofd zeggen. Dus jij denkt ons te slim af te zijn, hè? Ik zie en weet alles. Alles wat jij doet, alles wat jij ziet, alles wat jij weet, weet ik ook. Dus als jij denkt te weten hoe je mij verslaan kan, weet dan dat ik weet. Dat jij weet hoe jij denkt te weten mij te verslaan. Als je dat maar weet, want ik ben Heno, dus ik weet dat je mij denkt te weten te slim af te zijn. Maar alles wat jij van plan bent, weet ik eerder dan jij. Dus jouw onwetendheid is ongekend in deze oorlog tegen jouw eigen geweten en mijn alwetendheid. Dan is de stem weg, naar een helse lach. En Ben denkt na over de woorden die een dubbele betekenis hebben. Want Heno weet blijkbaar alles. Wat er te weten valt, behalve dat hij niet weet. Geen enkele levende of dode ziel op deze wereld weet namelijk alles. Iedereen en alles blijft elke dag bijleren. En er wordt tijd dat Heno een lesje leert op Ben's onwetendheid. Want de slimmen zullen altijd achter de domme aanlopen in dit leven. En degene die zich dom voordoet en slim in zijn achterzak houdt, is degene die het laatst lacht. Dus hoe onwetend Ben ook lijkt en hoe minder hij weet, des te beter het is in de oorlog tegen de oppervampier die alles weet. Ben balt zijn vuist en zijn rode ogen lichten op als laserstralen in de nacht en hij schuilt en hij schreeuwt naar de maan die boven de wolk naar beneden begint te turen. Kom maar op dan, ruzie stampetje. Hoofdstuk 5 en verder nog. Meteen hoort Ben een huil in de verte die de vampieren lijken bang te maken. Er komen schaduwen die veranderen in een persoon op het speelveld van de ondoden. En de schaduwen lijken de vampieren te verjagen door in ze te kruipen en ze tegen elkaar op te zetten. Maar wat de schaduwen eigenlijk doen is de vampieren in de val lokken. Want daar waar de vampiers heen worden geleid kwam ook de huil vandaan. Er staan grote wolven op ze te wachten. De vampiers worden één voor één door de mangel gehaald, terwijl ze niet eens meer terugvechten door een veel te grootste onmacht. Komt de grootste wolf naar binnen gelopen, zijn kop hangt schuin en zijn kaken zijn gigantische mangelaars die klapperen bij elke stap die hij zet op twee poten. Wanneer Ben het gigantische beest aanschouwt, zakt de moed hem ook in zijn schoenen en weet hij niet waar hij het zoeken moet. Terwijl de wolf naar de groep komt en een revolvin met een gitaar in haar bek aan komt lopen, Ben zegt dankjewel en begint te spelen. Maar deze gitaar klinkt heel anders, want deze heeft geen versterker nodig en klinkt zo hel als een weerwolf met honger. Hij speelt de sterren van de hemel met deze gitaar en loopt terug naar de school waar Heno op ze wacht. De wolven volgen hem in een roedel van misschien wel 100 sterk, maar eigenlijk lopen ze met hem mee met spek en bonen, want de gitaar doet al het werk en de vampiers vallen al op de grond voordat Ben of de wolven eigenlijk in de buurt zijn.
De school is dichtbij, terwijl de ene na de andere vampier op de grond valt. En dat komt niet door het slechte spel, maar door de hoge tonen die deze gitaar laat horen. Deze gitaar noemt hij Lisa, de eerste gitaar waar echt op te spelen valt. En de redder van deze stad en misschien wel van heel de wereld. Huil, Lisa, huil. Red de wereld van dit kwaad. De wolven blijven op afstand, terwijl Ben de school binnenloopt. Ze omsingelen de school en zorgen dat er niemand langskomen kan. Niemand komt erin, maar ook niemand komt eruit. Ben laat Lisa huilen alsof hij dit al jaren doet en galmt heerlijk na in de lege school. Maar na bijna alle lokalen gehad te hebben, is er geen heno te zien. Hij moet hier toch ergens zijn. Dat moet gewoon. Hij zocht de ruzie. Hij moet hier ergens zijn. Maar na alle lokalen gehad te hebben, is heno nog steeds weg. En Ben breekt de onderste snaar uit vermoeidheid van zijn Lisa. Meteen beginnen de wolven te huilen en dan is het stil. Maar niet veel daarna trilt de grond en hoort hij voetstappen, honderden voetstappen, duizenden voetstappen en ze rennen. In de gymzaal komen er honderden en honderden vampiers binnengestormd en drukken hem tegen de muur waarna Heno lachend naar binnen komt gelopen. Met zijn hand voor zijn mond en hoektanden aflikt. Hij loopt naar Ben toe en gooit hem razendsnel van de ene kant van de gymzaal naar de andere kant, terwijl er honderden vampieren hem uitlachen. Ben ziet de gehele gymzaal misschien wel 50 keer op hem afkomen, van de ene hoek naar de andere hoek en van boven naar beneden. Zelfs binnenste, buiten en onderste, boven krijg je die gymzaal te zien. Dan midden in de lucht houdt Heno hem vast en vraagt hem of hij nou echt zo dom is of hij zich zo dom voordoet. Heno kan namelijk niet gestopt worden en dan begint hij nou ook door te krijgen. Maar wanneer hij smeekt om iets, om zich te wapenen, ziet hij Lisa liggen en dat niet alleen, maar Lisa heeft nog een geheim terwijl ze daar op de grond ligt. De onderste snaar heeft plaatsgemaakt voor iets nieuws. Wat is dit toch voor gitaar? Hij rent naar haar toe en probeert uit te vogelen hoe dit precies werkt, maar Heno lacht hem uit. Dacht je me nu echt aan te kunnen met een kapot wapen? Ga je gang. Hoofdstuk 6. We zijn er. Ben doet zijn best om de snaren te verbinden en de snaren harken vast en er is vormt er een harp. Met één slag komen de duizenden schaduwen de gymzaal binnen. En dan verandert de harp in een zwaard met allerlei versieringen erop. En terwijl Heno niet meer lacht, zwaait Ben van een afstand met het zwaard. Dan wordt Heno van de grond opgetild. Hé, maar dat is leuk zeg. Hij laat Heno van de ene kant naar de andere kant van de gymzaal vliegen en laat hem door de basket heen gaan als een basketbal. Hij laat hem door het afval heen vliegen en laat hem door de douches heen vliegen die hij één voor één op het koud staan zet. Heno smeekt en Heno biedt zijn excuses aan. Alsjeblieft, laat me gaan. Alsjeblieft, het spijt me. Laat me gaan met dit overnarij. Ben lacht alleen maar en laat hem door de hele school heen vliegen. Muur na muur krijgt Heno te verduren. Hij gebruikt hem zelfs als stormram om de gesloten deuren voor hem open te krijgen. Een totale vernedering en een totale afgang wanneer ze buiten komen staat er een leger aan vampiers. En hun zien ook dat Heno verslagen is. Allemaal buigen ze voor Ben, de nieuwe oppervampier, maar Ben zwaait met zijn zwaard en alle vampiers in onderbroek worden omhoog getrokken. Alle duizenden en duizenden vampiers krijgen een wedgie, daarna een tepel twister en daarna worden ze stuk voor stuk met een wedgie aan een paal gehangen onder het alwetend oog van Heno die de allergrootste krijgt te verduren. En die je met een gigantische wedgie waar je u tegen zegt, tegen de vlaggenmast bovenaan de school wordt gehangen. De afgang is zo groot dat hij uit pijn en onmacht in een hoopje stof verandert, waarna alle vampiers terug veranderen in wie ze ooit waren. Voordat Heno er was en voordat ze in een vampier veranderden. Iedereen kijkt vol ongeloof naar wat er gebeurd is en niemand kan bevatten dat Ben degene is die ze gered heeft. Die jongen die zei nooit veel en die jongen snapte een verschil tussen een citroen en een limoen nog niet eens, zo dom was hij. Maar hij is de redder van iedereen gebleken, hij en zijn zwaard. Terwijl de wolven die weer ophalen en de schaduwen hem terug veranderen in Lisa. Ben zegt dankjewel en de grootste schaduw komt dichterbij. Dan staat hij voor iedereen en zegt,
Kijk wat Ben heeft gedaan in zijn eentje tegen een leger aan pestkoppen opgenomen en gewonnen. In zijn eentje de wereld gered en in zijn eentje de wereld gebeten. In zijn eentje de oppervampier verslagen en in zijn eentje jullie allemaal in laten zien dat zelfs de allergrootste pestkop zelf ook gepest kan worden. Dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet of hoe sterk of hoe slim of gemeen je bent. Iedereen heeft iemand mooier, sterker, slimmer of gemeener rondlopen. En dan lijkt het niet zo omdat Ben een leerachterstand had. Hij is slimmer dan jullie allemaal gebleken. Hij heeft jullie allemaal verslagen, stuk voor stuk. En jullie allemaal gered, stuk voor stuk. Ik denk dat we wel een beetje waardering verdient. Want al was hij alleen, hij heeft de wereld gered en gebeten door gemener dan de allergemeenste te wezen. Iedereen klapt en niet veel weken later staat er een standbeeld op het schoolplein van Heino met zijn gigantische wedgie aan de vlaggenmast. En Ben met het zwaard in één hand en gitaar op zijn rug, die hem samen met alle schoolkinderen uitlag op een reusachtig standbeeld. Maar wel eentje die ertoe doet. Het standbeeld van het einde van de wereld, maar de inleiden van het nieuw begin. Het einde. En dan is het nou tijd voor het moraal. Weet jij dit moraal? Maar zo moeilijk was hij niet. Alleen, deze liet wel op zich wachten dit keer. Ja, denk maar even na. Want dat was ook mijn reden. Want ik weet ook wel dat jij druk bezig bent met het moraal te vinden in ieder boek. Dus ik heb me driedubbel, vierdubbel, vijfdubbel verstopt dit keer. Gemeen, hè? Ik ben niet voor niks de opperboeman. Maar het moraal lijkt me simpel in het boekje, want pestkoppen zijn en blijven altijd pestkoppen. Ze denken allemaal dat ze door gemeen doen de hele wereld aankunnen, maar vergeten wel eens dat hun het ook niet leuk vinden om gepest te worden. Zelfs pestkoppen kunnen gepest worden, zoals je ook vandaag hebt geleerd. Want Heno deed bij Ben en de hele wereld kreeg hij op het einde twee keer zo hard terug. En waar Heno dacht oppermachtig te zijn, was Ben sterker, slimmer, gemeener dan hem. En dat, lieve kinderen, is ook tevens het moraal. Want hoe dom mensen je ook willen laten lijken, zelfs de oppervampier kan verslagen worden door die fout. En waarom die mensen daar niet? Met vriendelijke groet, de opperboeman en de gehele Boeman Kloppenclub. Tot de volgende keer maar weer. Het volgende boek wordt de Paarse Flubbelbubbel. Spannend, hè? Vind ik wel.